Heb jij giftige vlinders? Yes, van de boswachter. Het is tijd voor creativiteit, voor creativiteit, voor creativiteit. Welkom bij het knutselknutselhoekje, de Spring Edition. Ja, want ja. Ook vandaag gaan we weer van alles maken. Hier in het knuste hoekje van Nederland, voor in jouw tuintje. Ja, inderdaad. En deze keer hebben we iets leuks voor in het tuinhuisje. Ja, ik wil net zeggen, want vandaag gaan wij wel iets bijzonders maken, namelijk... Een vlinder. Een butterfly. Het is fantastisch. Ja, maar, wat hebben wij daarvoor nodig? Krachtige leraar. Een schaar! Vol de touwtjes! En natuurlijk, niet te vergeten, zo'n altijd een lekker... Zo! Hey, proost, slappen. Proost, laffen. Stuiven. Mijn neus. Gadverdamme, de vogels op mijn trui. Nee joh. Ja. Nee, dat wil ik terugzien in de herhaling. Ik ook. Gast, ben je in de kerk geworden? Had je uit de koekjes openstaan? Laten we gaan beginnen, want we hebben nodig allebei 2 kleerhangers. Inderdaad. En vandaag gaan we er niet onze kleren aan hangen, nee, alleen de bolle touwtjes. Ja, als je nou verwacht... Oh, rustig aan. Jij meteen de gast. Dan heb ik het vast, dan gaat hij het open. Dat wil ik niet. Oh, dat komt net zo uit mijn neus af. Heerlijk, godstraf. Nou goed, kijk eens. Hier, kijk eens, Jasper. Dit wordt even improviseren. Ja, die vlinder die moet eigenlijk zo aan elkaar. Ik denk dat we ze zo in elkaar moeten haken. Zo! In zo moet die! Ja, zo moet die. Maar daar zijn we nog niet. Want ik neem aan dat we eerst... Ik ga wel even plakband pakken. Doe dat. Plakband. Duurde maar 3 keer voordat ik het eindelijk goed had. Plakband. Je pakt dus lekker je kleurtje. Ik kies voor het kleurtje blauw. Waarom? Dan kan Jesper er niet meer kiezen. Want als Jesper zo terugkomt, dan zegt hij... Waar is de... Zo. Nou, ik heb de blauw. Jij hebt de blauw. Ja, dan kan jij lekker niet meer kiezen. Jezus. Nee, we gaan eerlijk delen, Mits. Niet waar. Jawel. We gaan niet eerlijk delen. Weet je wat zo handig is aan deze kleerhangers van de Action? Nou? Er zitten hier dus van die haakjes in. Daardoor blijf je touwtje haken. Oh ja! Heb jij wat met vlinders, Jesper? Nee, niet zoveel eigenlijk. Jij niet, hè? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje bang voor vlinders. Dat zal ik je vertellen waarom dat komt. Oh, nou komt het, hoor. Ik was een keer in de vlindertuin, in Artis. Ja. En sommige zijn zo groot. Daar word je bang van. Dat is echt niet te doen. Dus ik ben naar Ginland weg. Nu is het wel minder, hoor. Maar als kind zijnde... Was je doodsbang voor vlinders? Doodsbang. Ja. Mits? Ja? Ik heb er vrede mee. Ik denk dat ik gewoon 2 kleuren door elkaar heen dief. Niet? Ja, echt. Oh, dat wou ik ook al doen. Zo, blauw is op. Ha, maar dan heb jij echt een lelijke vlinder. Want dan wordt jouw ene vlinder, die wordt helemaal blauw. Huh? Nee, jouw ene... Wat een vuile pleurishond ben jij, zeg. Vieze rat die je bent. Je weet dat ik onder elk zangstukje van jou een echootje ga plaatsen. I know. En daarom deed ik het. Ik denk nog een leuke mop of zo. Een leuke mop. Ik heb er wel een. Jij hebt nog wel een leuke mop. Komt er maar mee, dokter. Zegt de dokter. Ruim je het wel zelf op. Is dat je? Nou, echt een kut grap. Heb jij nog een leuke moppie? Ja, maar die is allemaal Jan bellen, want anders kan hij niet. Oma, heb jij nog wel een leuke mop? Ja, dat ga ik niet gebruiken. Hey, opa, moet je eens even luisteren? Heb jij een goede korte mop voor me? Ja, zeg dokter. Ja. Ze zeggen dat ik een paardenreet heb. Ja? Nou, zegt hij toch, kleed je maar eens uit. Enfin, ze kleed dragen uit en dan bekijkt het. Nou, toen begon die briefje aan te schrijven. Ze zegt, krijg ik geen medicijn voor. Hij zegt, nee, je krijgt een vergunning. Ze zegt, een vergunning? Ja, om straat te schijten. Ik wil nog een mop van je horen, Mits. Loop 2 bananen op straat. Zet die 1 banaan... Wat wil jij laten worden? Zegt die ander. Rechter. Jezus! Roze vlinders. Roze is mooi, kleur mooi. Vlinder in het hoogte vlinder. Jullie zijn ook zo moe van. Ik word daar zo moe van. Who are you? Touch my Adam! Ben je nou al eindelijk klaar? Nee, ik nog niet. Heb jij giftige vlinders? Yes, van de boswachter. Ik
Vroeger wilde ik boswachter worden. Maar toen hoorde ik dat je dieren moest schieten, toen wilde ik niet meer. Hoeft helemaal niet, is niet meer. Dat is al lang niet meer zelfs. Oh, nou dan wil ik weer boswachter worden. Nou, nu mag ik wel eerlijk zeggen dat die van mij mooier vindt. Nou, die vind jij mooier. Met je ogen dicht. Nou, tada! Tada! Het is toch fantastisch. Ik vind hem machtig mooi geworden. Hartstikke leuk. Ga natuurlijk ook zeker even langs op onze website www.derazendereporters.tv. Ja, want daar kun je kiezen wie de allerleukste razende reporter is. Ja, en dat wil je doen. Dat wil je zeker. Ja, dat wil je zeker doen. Kijk hier de vorige video terug. Dat was helemaal goud. Die was helemaal fantastisch. En dan zou ik zeggen, tot volgende week. Aju!